Je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Er ligt veel bewolking over de Noordzee en ten westen van ons land. In het Noordoosten is nog wel ruimte voor een opklaring. Maar de bewolking gaat winnen en dat betekent voor het loop van de ochtend al wat neerslag. Met name in Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant. En die neerslag breidt zich heel langzaam uit over de rest van het land. Maar het kan wel tot tegen of zelfs in de avond duren voordat die neerslag ook het Noordoosten bereikt. Daar nog eventjes wat zon. Verder vrij veel bewolking. 5 tot 10 graden de maximum temperatuur, het warmst in Zeeland. Dan vanavond op de meeste plaatsen wat regenachtig weer. Met temperaturen zo rond een graad of 7 à 8. De zuidelijke wind is matig. Dan gaan we naar morgen en dan hebben we echt een heel zachte dag te pakken: 10 tot 12 graden. De zon schijnt af en toe. Het blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een matige oost- tot zuidoostenwind. Voor de temperaturen blijven we in de hoge regionen voor de vrijdag, maar ook voor de zaterdag en de zondag. Hoewel de temperaturen wel weer iets omlaag gaan. Zondag is de graad of 8. Verder hebben we licht wisselvallig weer, met vrijdag overdag vaak droog weer en wat zon. In het weekend is het een stuk wisselvalliger, met wat meer regen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.